Goedemorgen. Goedemorgen. Wie zijn jullie? Ja, Selwyn Lauw. En jij bent? Edwin van Heijden. Ja. Ja, en jullie zijn collega's geweest bij Bos? Bij Bos Manshop, ja, klopt. Allebei in de winkel in de Lange Delft? Of die helemaal bij de markt daar? Eigenlijk overal wel in Goes en ja. Alle twee de winkels in Middelburg. Ik dus, heb dan de markt en in Bijlmersheim gewerkt. Oké, okay, ja. Maar jullie zijn allebei vrij jong. Jij bent 23, jij bent? 32. Oh, jij bent 32 al? Oké. Okay, iets ouder. Ja, ik ben ook heel snel 25. Maar ja, maar jullie hebben dus wel al wat jaren ervaring in de retail. Ja. Ja, ja. Nou, en ik ben hier nu. We zijn hier in de Lange Villa. Ik noem het altijd nog het pand van voorheen Blankenburg. Eén van de twee panden eigenlijk. Ja. Jullie zijn er eigenlijk nu net een kledingzaak begonnen. En dan hebben jullie het concept overgenomen van Blauw, van Hilde Blauw, ja. De zoon. Ja. En dat van de mannen, dat heette NOBS of NOBS, hoe zeg je het? Ja. Ja, ik zal het niet. NOBS volgens mij. NOBS. Ja, For Men. Ja. Van de zoon was dat. Maar goed, jullie hebben dat concept en de collectie overgenomen. Maar jullie gaan sowieso andere dingen doen, een andere naam voor. Kunnen jullie er eens wat over vertellen? Ja, het idee eigenlijk is om langzamerhand onze eigen draai te geven aan de winkel, zeg maar. Onze eigen collectie, onze eigen ideeën. Ja. In grote lijnen blijft het wel hetzelfde. Het blijft een outlet en met gewoon mooie merken die we dan voeren, zeg maar. En aan het pand zelf, ja, gaan we ook nog wat een en ander veranderen. Dus we gaan gewoon echt langzamerhand gaan we gewoon onze eigen draai eraan geven. Ja. Dat is wel het idee. Maar in grote lijnen is het wel gewoon een designerkleding outlet. Ja, ja. Ja. Ja, nou, het is een hele grote zaak ook. Hè, dus, het is gigantisch. Ja. Ja. 280 vierkante meter winkeloppervlak. Dus, ja, dat is echt buitengewoon. Ja. Hey, maar wat Blankenburg, dat is heeft natuurlijk, lang was het de winkel zelf, maar dat is allemaal verdeeld. Het staat een tijdje te koop, te huren. Ja. Maar kunnen jullie hier wel voor langere tijd blijven? Of hoe is dat afgesproken? Ja, we zitten hier in ieder geval 3 tot 5 jaar. Okay. Sowieso. En kunnen we altijd verlengen. En dan, het is een spannende tijd. Zal het even afwachten hoe het allemaal gaat lopen en zo. Wat was voor jullie nu de aanleiding dan om een eigen winkel te gaan starten? Was het gewoon een kans die voorbij kwam? Of? Ja, eigenlijk een kans die. Kijk, we hadden allebei wel de ambitie om een eigen onderneming te starten, zeg maar. En ja, in deze tijd doe je dat niet zelf opstarten. Dat is een. Dat gaat hem niet worden, denk ik. Nee. En we waren bekenden van Hilde en Hans. Ja, dus, ik kwam wel vaker. En ze wilden natuurlijk in november gaan stoppen. Zo'n winkel als dit kom je hier in Zeeland sowieso niet echt tegen. De merken die je ook tegenkomt, ja, dan moet je echt naar Rotterdam, Amsterdam. Wat voor merk hebben we het dan over? Noem eens wat. Ik ben zelf een fan van wat klassieke kleding, maar van Incotex broeken en zo. Ja, dan moet je normaal dan naar Antwerpen of naar Rotterdam gaan rijden. Dichtstbijzijnde. Cohen ook veel. Stone Island, City Company. Ja. Hackett. Ja, want als ik daar zo een beetje naar jullie kijk, dan jullie zijn aan de ene kant een beetje casual, maar ook een beetje netjes. En ik zou bijna zeggen hip, want ik ben zelf niet zo hip, dus ik weet dat niet zo. Maar, en jij hebt ook een mooie snor, een stropdasje, jij een shirtje. Maar is dit een beetje een hoek, kan je dat in een hokje stoppen of is dat... Eigenlijk is ons plan, en dat is... Het liefst willen wij gewoon daar naartoe dat iedereen gewoon, zeg maar, grof gezegd, van 18 jaar tot 99 jaar hier binnenkomt. En altijd wat leuks kan vinden voor een leuke prijs. Ja. En van een goed merk, of goede kwaliteit. Dat is eigenlijk wel de basisinsteek, ja. Ja. Ja, maar een beetje zoals jullie jezelf kleden, dat is ook een beetje de... Ja, we hebben shirtjes, truien, en we hebben ook kostuums en colbertjes hangen, dus van alle kanten op. Dus en ook bij de vrouwen, ja. En inderdaad, dan zijn ze ook nog goedkoper dan als je naar Antwerpen zou rijden dan bij de zaken dat komt. Dat zijn ze, ja. Anders is het ook de moeite niet, nee. En jullie gaan de naam veranderen, wat wordt die naam? Het wordt Zoet, het designer outlet. Oké. Ja. En geen gezorg vanuit Bos van concurrentiebeding of zo, dat je daarom een klant even meeneemt? Nee. Ik denk dat sowieso wel andere klandisjes hebben ook. Deels dameskleding en assortiment dat wij voeren, waar Bos dan een middenhoogsegment heeft meer. Wij zitten dan voornamelijk meer in een hoogsegment, maar dan qua prijs wel aantrekkelijk. Toch weer middensegment, ja. Dus daar zitten dan wel goed in, maar het zijn wel andere merken, andere kledingstukken dan dat mensen die bij Bos terechtkomen. Ja, mocht iemand hier iets niet kunnen vinden, sturen ze ook met alle liefde door naar Bos. Als jullie dit niet hadden gedaan, dan was het dus gewoon leeg komen te staan. Dat begrijp ik uit jullie woorden. Ja, dan is dat dus alleen maar mooi. En ik vind het ook altijd leuk als een jongen, ook al ben je al 31, dat is nog steeds jonger dan ik, en gewoon leuke dingen gaan doen. Dus ik wens jullie veel succes en ik kom ook eens kijken als jullie zeggen van nu staat het helemaal zoals wij het voor ogen hadden. Dan kom ik nog een keer. Oké? Okay? Ja.